Mijn naam is Henk Nagelhout. Ik werk sinds 1975 bij SSC Nederland. En sinds de 80e jaren hebben wij ons volop bezig gehouden met de geitenbranche. En sinds een jaar of 10, 12 ben ik wat min of meer gespecialiseerd geraakt in de hele geitenmaterie. Daarbij hebben wij oog voor het wel en wee van de geit, voor de kwaliteit van de melk en voor de ergonomie van de melker of melkster. Geiten zijn slimme dieren, ze houden van routine en daarom zijn een aantal zaken voor goed melken van de geiten van belang. De looplijnen zijn heel essentieel voor een geit die houdt van regelmaat, van routine. Min of meer een klein beetje autistisch dier, elke verandering wordt opgemerkt. En daarbij is het van belang dat er groepen geiten in de wachtruimte zo rustig mogelijk worden opgedreven. Met voer eventueel gelokt worden in de melkstal. Het hangt dan daarbij natuurlijk af of we het hebben over een zij-aan-zij melkstal of over een carousel. Bij een zij-aan-zij hebben we te maken met groepen die als groep in één keer in de melkruimte, de melkstal worden toegelaten, opgedreven. En bij een carousel gaat dat per dier individueel. En dan is het belangrijk dat de flow erin blijft. Dat het dus een regelmatige toeloop is van geiten. Zonder stress. Het is heel belangrijk dat de melker of de melkster ook met zo min mogelijk stress zijn werk doet of haar werk doet. Ik zei het al, een geit is een zeer bijzonder dier. Erg gevoelig voor aparte omstandigheden, voor afwijkende omstandigheden. En daardoor heel sterk in een stresssituatie raakt. Wat weer een nadelige invloed heeft op het komen van de geiten. Maar ook op het melkproces van de geit. Als je vanuit het perspectief van de melker bekijkt, dan heeft een zij-aan-zij het voordeel dat hij dus continu, gedurende de tijd dat de geiten in de melkstal staan, het overzicht kan houden over de geiten. Hij kan een keer heen en weer lopen in de melkput. Dat vinden sommige melksters heel belangrijk. Wanneer je dus te maken hebt met een carousel, dan ben je dus wat meer aangewezen op de techniek. En dan kun je dus middels een scherm de geiten in de gaten houden. Of in ieder geval zorgt de techniek voor het feit dat die geit die waar wat mis mee gaat, dat hij een tweede ronde kan maken. Maar heel belangrijk is natuurlijk ook de houding, hè, hoe die melker of melkster erbij staat. En dan kan natuurlijk een beweegbare vloer kan een enorme bijdrage leveren aan de ergonomie. Geiten maken het leuker. Hoe meer je ermee bezig bent, hoe leuker het eigenlijk wordt. En dat heb ik zelf gemerkt in de afgelopen jaren. Dat het een dier is wat heel eigenwijs kan zijn. Maar wat ook een enorme voldoening kan geven als je ermee aan het werk bent. En zeker als je dan ook nog in een prachtig bedrijf als SSC werkt, dan gaat dat dubbel op zijn werk doen. Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op het proces, op het melkproces. Daar willen wij graag met u verder over doorspreken en onze kennis met u daarover delen.